Theo! Hé, hey, gedaan. Heb jij een matje? Een matje? Nee, dan moet je bij Robotsi en Lavetsi zijn. Die hebben een matje. Nee, geen haarmatje. Een yogamatje. Ja, zo'n ding dat daar ligt. Oh, dit ding. Pse, is dat een yogamat? Ja, dat is een matje. Nou, hier dan, hoppakee. Ja, dankjewel. Wat ga je ermee doen eigenlijk? Nou, wat denk je? Ik ga yoga doen natuurlijk. Zit jij op yoga dan? Nee, niet echt. Oh. Ik heb straks mijn eerste les. Doe je ook mee? Nee, alsjeblieft zeg, yoga. Ik ben al lenig genoeg. Jij, ben jij lenig? Ja, kijk maar hoe lenig mijn tong is. Oh, nou ben ik een beetje mis met van Theo. Maar het zou goed voor je zijn, hoor. Met yoga werk je aan je lijf. Je ervaart kracht en souplesse. En je afvalstoffen worden beter afgevoerd. Nou, die van mij worden al heel goed afgevoerd. Oh, oh. Maar dan weet je heel zeker dat je niet meegaat. Dat zal je goed doen. Nee, dank je. Deze sla ik even over. Veel plezier. Oeh, mijn eerste les. Oeh, spannend. Adem uit. Rustig naar beneden. Zoek even rustig je balans. En breng dan heel langzaam je beide handpalmen samen. En dan naar beneden. Blijf gefocust op één punt om je balans zo goed mogelijk vast te kunnen houden. Hou je knie mooi opengedraaid. Ik weet niet of... Adem in. Adem uit. Ja, goedemorgen. Sorry dat ik wat later ben. Oh, hallo, hallo. Oh, hallo, dag. Hoi, ik ben Marieke. Oh, u bent de instructrice. Ja, klopt. Oh, wat leuk. Dag, hallo, Anne. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hé, hey, nou ja, Gerda is de naam. Dus, ja. Wat leuk dat u er bent. En even voor mijn beeld, hoeveel les heb jij al gehad? Ja, dat weet ik echt niet. Ik zit ongeveer al 3 jaar op. Oh. Ja, nee, ik doe het ook al jaren. Ik ben ook in India geweest voor een cursus daar. Oh, zo. India. Oké, en jij? Nou, ik zou het echt niet weten. Zoveel lessen. Ik zit wel sinds 8 op. Zo. En hoe lang doet u al aan yoga? Wie ik? Ja, ja. U? Nou, nou, echt ook al heel lang. Ik deed al yoga toen jullie nog niet geboren waren eigenlijk. Zo lang doe ik het al. Oh, wat fijn. U bent een early adapter. Hoe noemt u mij? Een early adapter. Ja, dat u al op yoga zat vanaf het begin af aan. U heeft vast enorm veel lessen gehad. Ja, zeker 100. 100? 1000. 1000? 100.000. 100.000? Ja, dat denk ik wel. Nou, wat fantastisch. Dan heb ik een heel goed idee. Oh ja? Dan geeft u vandaag de yogales. Ik? Ja. Nee, laat ik dat nou niet doen. Ah, kom op, Gerda. Nee, dat willen jullie niet. Dat is zo'n ervaring. Het zou voor ons echt een eer zijn om van die les te krijgen. Ja, nou. Onderweg, daar ga ik wel. Ja, eens even kijken. Dat is een matje. Hé, hey, jij moet Veren zijn. Hoi, Ron. Hallo. Jij hebt een Sepsport ingeschakeld, want je hebt een... je wil iets graag. Ja, ik wil graag naar Oranje. Ah, Oranje. Nee, ik wil in Oranje. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Nee, ik wil in dit oranje. Oh, wacht even. Je wilt tennissen. Ah, ik snap het. En je hebt nog één wit stipje, zie ik. En hier ook. En als je die stipjes oranje hebt, dan zit je in oranje. Dat is een soort niveau. Ja. Wat moet je dan doen om dit vakje oranje te maken? De backhand leren. Oh, de backhand leren. Oké, want die kan je nog niet zo goed. Ja. Hé, en van wie wil je dat dan leren? Sam Westving. Oké. En waarom van Sam? Omdat ze ziet er mooi uit, ze kan heel goed tennissen en ze is ook tennislerares. Ah, kom. Gaan we die kant op. Sam! Hey. Hey! Hoe is het? Goed met ja, jou? Dit is Veren. Hoi, dat is Sam. Mag ik een knuffel? Ja. Zij hebt één wens, hè? En je wil graag in... Oranje komen. En die krijg je als je... De backhand goed kan. De backhand goed kan. En die kan ze nog niet zo heel goed, hè? Ja. Dus die gaan we oefenen vandaag. Oké. Okay. Nou, laat mama beginnen dan. Gaan we naar de overkant? Gaan we naar de overkant. Zo, nou, klaar voor?
Ron, kan jij dan even mijn kaart vasthouden? Dat is misschien wel handig, ja. Dat is. Zal ik alles zo even vasthouden, dan kan je je vrije bewegen. Oeh, zo. Nog één stipje nodig, hè? Ja, kijk hier. Hier dus. Hier eentje en dan hier. En van wie krijg je die dan? Als je... Van Sam. Ja, ik hoop dat we hem kunnen geven aan het einde van de les. Dus dan ben ik eerst benieuwd hoe jouw bekkert er natuurlijk uitziet. Ja. Oké, mag je op de lijn gaan staan? Komt-ie. Ja, netjes. Probeer een beetje in te stappen al. 1, 2. Juist, mooi. Ik zei al, ga eens met het rechterbeentje er naartoe stappen. Juist. En wat meer van onder de bal overheen. Wat we gaan doen is beginnen met de slag. Dus we gaan de backhand zwaai maken met twee handen. Die gooi ik naar jou toe. Komt-ie. Vang jij hem? Ja, en dan ga je met de backhandslag naar mij terug proberen te gooien. 1, 2, juist, goed zo. Let op mijn voeten, dus ik ga met mijn rechtervoet instappen als ik naar jou gooi. Instappen, heel goed. Zo. En maak je zwaai, heel goed. Nou, dit ging hartstikke goed, Veerle. Zullen we door naar de volgende stap? Let op, ik ga hem even voordoen. Dat is de backhand, dus hij komt aan. Je stopt hem af met twee handjes, zo afstoppen. En dan gaan we hem slaan naar de overkant. Komt-ie. Afstoppen en instappen met je rechterbeen. Juist, beter, netjes. Kijk hoe ze staat al, echt als een tennister. Komt-ie. Ah, slag te pakken, hè? Juist, mooi. Oké, dat ging hartstikke goed, toch? Ja. Ja, voel je al verbetering? Ja. Het is wel lekker, hè, dat je dat zelf al verbetert. Wat voel je dan? Nou, dat ik wat meer de boog voel. Denk jij... Nog niet. Nog niet? Nee, echt. Oké. Maar kom wel goed. Kom goed. Nog even wachten, laatste oefening. Gaan we klaarstaan? Ja, kom maar. Rekkertje naar achter. Juist, goed zo. Maar waar eindigt je rekkertje nu? En... Juist, goed zo. Naar achter al je rekkertje. Juist. Goed zo. En nu de hemel doorheen. Mooi. Heel goed. Nee. Ik wil nog één laatste test doen. Ja? Door een wedstrijdje te spelen. Geef me één goede backhand. En dan ga jij naar oranje, afgesproken? Ja. Heb ik. Juist. Goed zo. Ja. Ik neem toch aan dat er nu een oranje stip er komt. Zeker. Kijk eens even. Ah, top. Dankjewel. Ja. Gaan we eerst deze invullen. Juist. Ja. En dan? Hoppa. Je bent nu officieel naar oranje. Gefeliciteerd. Wat heerlijk. Ben je blij, Veerle? Ja. Goed zo. Is jouw droom in vervulling gegaan? Ja. Hartstikke goed. Nou, doe anders toch even een partijtje met elkaar. Nu kan dat. Je bent nou toch in oranje, toch? Ja. Ga ik weer terug naar de kantine. Dankjewel. Geen probleem. Dankjewel. Hoi, hoi. O jee, dat kan ik nooit. Kijk eens hoe lenig ze zijn. Nou, dan gaan we nooit lukken, dat weet ik dan wel. Waarom heb ik ook gezegd dat ik zoveel ervaring heb? Ik ook met mijn grote waffel. Zo, nou, ik denk dat we wel opgewarmd zijn, dus Gerda. Ja. Ik denk dat we kunnen beginnen. Ja, zoveel uit te kiezen. Dus waar zou jij mee beginnen? Dan kan ik ook even kijken wat jullie niveau is. Oké, nou ja, dan zou ik beginnen met de Downward Facing Dog. De wat? Ja, de neerwaartse hond. Die kent u toch wel? Ja, natuurlijk ken ik die wel. De neerwaartse hond. Daar gaat hij. Nou, doe mij maar even na dan. Daar komt hij. Holle rug en dan. Hup, hup. Woef, 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 woef. Woef, woef, woef. Kwispelen met het staartje. En omhoog die poot. En opnieuw nogmaals. 1, 2, 3. En woef, woef, woef. Kwispelen met het staartje. Omhoog die poot. Zo. Maar de eerste oefening. Maar dat is toch helemaal geen neerwaartse hond? Dit was de neerwaartse hond, hoor. Nee, de neerwaartse hond, die gaat zo. Ja, doen jullie hem zo. Ja, maar nee, hoe ik hem deed was meer voor de gevorderde natuurlijk. Hè. Dit is voor de beginneling. Goed, we gaan maar naar de tweede yoga-dinges. En omdat ik natuurlijk te veel ervaring heb, dacht ik bij mezelf, wat vind jij leuk om te doen?
Nou ja, de zonnegroet kan niet ontbreken, lijkt mij. De? De zonnegroet? De zonnegroet? Ja, of is dat te makkelijk voor u? Nee, nee, zeker niet. Ga even allemaal lekker zitten. Ja, ontspannen, benen bij elkaar. Dan gaan we eens even kijken. Waar is de zon? Kijk, daar is de zon. Handen omhoog. Zwaaien, zwaaien maar. Dag, zon. Dag. Dag. Dag, zon. Dag, zonnetje. Dag, hoor. Dag. Ja, maar zo gaat de zonnegroet toch helemaal niet? Oh, nee. Daar is de zon, toch? Ja. We zijn de zon toch aan het groeten? Nou, ja, kijk, wij doen hem altijd zo. Wij doen het altijd zo. Wij doen het altijd zo. Wij doen het altijd zo. Ja, maar die vind ik veel te gemakkelijk. Weet u zeker dat u heel veel ervaring heeft? Of ik dat zeker weet? Ja, u doet allemaal van die poses die we nog nooit gezien hebben. Oh ja? Ja. Ik heb het ook eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Nee, het is mijn eerste les. Want ik durf het helemaal niet te zeggen tegen Maar dat geeft toch helemaal niet, Gerda? Ja, zie je. Nee. Ook de beginners zijn welkom in de les. Is dat zo? Zijn jullie niet boos? Nee, tuurlijk niet. Oh, jullie zijn ontzettend lief. Ja. Voetsknuppel. Ja, dat lijkt me gezellig. Oh. Wat erg eigenlijk, hem te liegen. Moet je nooit doen hoor. Oh, wat erg. Kijk, een sportwedstrijd zien in het stadion. Ja, dat is natuurlijk super spannend en vet om bij te zijn. Maar ja, dan wordt het rust. En dan is het dit. Maar in Amerika doen ze dat dus echt veel beter. Daar krijg je namelijk tijdens de rust een hele show. En die show die is echt soms nog veel vetter dan de wedstrijd zelf. Ja, dat zou ik nog wel eens willen leren. Hé, Maninke. Hé, Ronnie. Ja, hoi. Hé, dat bestaat in Nederland ook gewoon, hoor, cheerleading. Niet echt? Ja. Nou, dat wil ik ook. Nou, dat komt dan goed uit. Want? We hebben net een mail gehad van 5 meiden die aan cheerleading doen. Nou, en die willen jou dat vast wel leren. Oh, echt? Oh, dat vind ik echt heel vet. Oh, leuk. Ja, maar ze wilden wel wat voor terug. Oh, wat dan? Nou, dat moet je ze zelf maar even vragen. Hier, dit is het adres. Je moet er over 2 minuten zijn. Oh, oké. Okay. Nou, ik ren al. Succes, Nienke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mijn naam is Scarlett en ik zit 2 jaar op cheerleading. Ik heet Kaelia en ik zit er al 1 jaar op. Ik ben Joelle en ik zit er al 2 jaar op. Ik ben al 4 en ik zit er al 3 jaar op. Ik ben Jenna en ik zit er al 3 jaar op. Wauw. Nou meiden, wat tof dit al. Wat ziet dit er vet uit zeg. En jullie zien er ook prachtig uit, mag even gezegd worden. Ja, ik wist helemaal niet dat het ook een sport is hier in Nederland. Dat is juist het probleem. Daarom hebben we Zefsport gemaild. Oh, wacht even. Dat is jullie vraag dus. Oké, dus hier moeten we iets aan gaan doen. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk wel een crew bij me. Ja, ik zal ze even laten zien. Kijk, de geluidsman. We hebben hier de regisseur. Productie is aanwezig. Ja, jongens. We kunnen toch wel gewoon met z'n allen een hele vette video maken. Om te zorgen dat cheerleader hier gewoon op de kaart komt te staan. Nou, ja. Toch? Moet lukken. Moet het kunnen, ja. Ja, gaat lukken. Hé meiden, hoe vet is dat? We gaan een hele toffe video maken, maar dan heb ik eigenlijk ook wel een vraagje voor jullie. Oké. Mag ik dan meedoen? Tuurlijk. Ja? Oh, yes! Oh, zo leuk. Oké, maar ja, jullie moeten me dan wel nog leren, want ik weet nog helemaal niks. Ja, we hebben nog wat voor je. Oh, een pakje. Een pakje? Oh, ja. Precies hetzelfde pakje als jullie. Ja. Wat cool, met een strik. Nou, dat vind ik heel leuk. Nou, dan kleed ik me even snel. Om. Nou meiden, ik ben er klaar voor. Wat denken jullie ervan? Het is echt mooi. Mooi. Gaat het goed? Ja. 1, 2, 3, United Cheerleaders! We gaan nu stunts. Stunts? Ja. Maar stunts was dus dat je ging samenwerken om iemand in de lucht te krijgen. Ja. Wie van jullie gaat dan altijd de lucht in? Ja, jij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Okay. Nou, vanaf hier moet je zeg maar inspringen, moet je haar bij de heupen pakken. En dan zeg maar optillen zodat ze kan gaan klaarstaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Als ze boven is, pak je haar bij de benen. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed? Ja! Yeah. Awesome! Nou, top. Oké, deze is check. Ga ik even voordoen, proberen. Kom ik uiteindelijk zo. Ja, dat is eigenlijk. Oh, in mijn spier. Dat is echt heel mooi. Was die mooi? Ja. Oh, wat goed. Dan gaan we nu over naar de dans. Oeh, leuk, dans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meiden, denken jullie dat ik er klaar voor ben? Ja. Ja? En zijn jullie er klaar voor om een hele vette videoclip op te nemen? Ja? Ja, jullie zijn al helemaal te springen. Oké, kom mee dan, want ik heb de perfecte locatie. Kom. Ja? Kijk eens, meiden, wat ik heb geregeld. Wauw. Het ADO Den Haag Stadion. Denken jullie dat dit een beetje een vette plek is? Ja. Hey Nienke. Hey, Jeroen. Hoe gaat het? Ja, goed. Kijk, wat vind je van mijn pakkie? Mooi. Mooi, toch? En die strik, oh, hè? En die ja, strik. Mooi ook. Ja, geweldig. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Wat goed, waarvoor eigenlijk? Nou, wij gaan hier een videoclip opnemen om cheerleading even goed op de kaart te zetten. Ah, te gek. Oh, dat is een heel goed idee. Ja, en wanneer kan ik die dan zien? Nou, eigenlijk, nu. Dat was een vette video, toch? Ja. Ja. Ik denk dat we cheerleaden wel echt op de kaart hebben gezet. Ja. En dat er misschien nog veel meer kinderen zich gaan opgeven. Ja. Oké, nou, laten we ons nu dan snel omkleden, want het is een beetje koud geworden. Helemaal openen. Je hele lichaam open, je borst helemaal omhoog. Zo, open. En open en maak ruimte in je lichaam. Ja hoor, dat heb ik. En adem uit, kom weer terug. Oh, de uitademing, je knie tussen je handen. Breng je navel naar binnen. Ik vind het echt fantastisch, yoga. En strek langzaam uit naar child pose. Om dan te kijken. Kom in Shavasana liggen. Mooi plat in de mat. Sluit lekker je ogen. En blijf rustig doorademen. Nou, ja, dit kan ik nog wel doen.